Ik heb een non-standard engine ingestopt, want de rest die raden me heel erg aan om exo-engines te doen. Maar dat leek mijzelf niet zo. Oh, wacht, nou, ze zitten wel aardig hoog. Ze zitten net iets lager dan de cockpit. Wat het idee dat er wat een en ander... Delta 4. Kan dat is. Ja, Vakstad 6 is leeg zo te zien. Het hoog. Het is nog flank waar ik waarschijnlijk in de eentje. Ja, daar zit je in je eentje. Je hebt iets in Delta 5 links van je. Een andere kap. Ik zie daar spuls. Ik zal even kijken of ik een kernel lock kan rijden. Ah ja, dat is een nice look. Delta, Centurion. Echo, Timberwolf. Oké, ik ben nou overheat. Oh shit. Kijk naast je. Yep. Oké. Feeling zal ik neergeschoten. Die sukkel had nog niet dood dat er een UAV bovenaan. Oh, crabs in play. Kan jij golf hameren? Voel meestal zo'n golf. Waar staat hij? Ik zie hem niet. Ik ben hem aan het zoeken. Ja, ik ook. Ik zie hem niet. Ah, daar, Kodiak. Kodiak. Nee. Eens kijken of ik hem kan. Nou, hij loopt achter de berg nou. Ja. Nee, ik zie nog steeds solid is. Oké. Nu niet meer. En dan is het niet van jou. En hij is overheated. What the fuck is een butterbee? Is dat een katapult? Jee, ik kill mode damage dealt. Mooie rain sparrow. Oh, achter ons. Vakstad 5 zat iets. Een lokker die achter ons zat ergens in het 5 volgens mij. Ja, Vax 5 zag ik iets. Volgens mij was de light aan de map te zien. Alright, ik ga over 6 line naar Vax 5. Misschien kan je Juliet pakken. Maar nee, dan gaan ze wel veel te veel nemen. Ja, nou, hij is naar de laatste Mac, dus ja. Ik zet mijn heat vision. Oh, daar zit hij, Echo 6. Arctic Cheater. Trying to get him, yep. Oh, so cool. Ik heb een bed bij een idioot, die is in de unit. Nice. That's why I love this crab. Zo, dat was weer een mooi potje. Ik ben niet helemaal zeker over deze Mac. Ik vind dat hij nog steeds iets te warm is met 4 large lasers. Maar ik merkte wel goed wat ze bedoelden met dat de hardpoints zijn. Want inderdaad, ze zit inderdaad best wel hoog bovenop de Mac. Dit is een fucking lange Mac. Op ja, diepte in de lore ben ik niet. Met de kleine auto cannons. Ja, dat klopt. Met de kleine auto cannons hebben dat ze wel gedaan. Ja. Ja, maar goed, mijn punt is een beetje dat die auto cannons, als ze nou in het spel zijn, zien ze er gewoon allemaal uit als heavy explosive shells. En ik snap jouw punt wel over kinetische energie, maar dat zou je denk ik anders zien dan een grote explosie die op je Mac komt.
Nou, kinetische energie genereert ook een hoop hit, hoor. Ja, ja, tuurlijk. Maar armor piercing shells, die gebruiken ook kinetische energie om een damage te doen. Ja, oké. Okay, dat is waar. Ja, maar... Ook daar is een armor piercing shell. Die smelt zichzelf, zeg maar, door armor heen. Ja, dat zijn heat shells. Die, als die in contact komen met armor, dan wordt er een... Ja, ik kan het niet goed uitleggen, maar omdat ik World of Tanks speel, was ik benieuwd naar hoe die mechanics in elkaar zitten. En dat is inderdaad van... Je raakt je doelwit en je armor maakt eigenlijk niet veel uit, want die explosie die vormt dan en die schiet gesmolten energie bij je doelwit naar binnen. Wat me niet erg bevorderlijk lijkt voor de bemanning die erin zit. Maar dat was waarschijnlijk ook het idee. Denk ik dan maar. Alpha, Panther bovenop. Ja, ik was er al heel hard mee bezig. Er zit een heel groot feestje boven. Yup. Oh fuck, wat de hel, raak me. Tweede ding target. Ja? We zijn de torsorm. Als je iets in het oog hebt. View target zat ervoor. Die is in delta. Ja, ik ga even relocaten, want ik sta in mijn uppie op deze flank zo'n beetje. En die... Ik heb het idee dat ik nu ook op het muur sta. Journey is open. En daar zit er nog eentje bij. Ik kom terug jullie kant op. Oh wacht, het is alleen maar bij demo. Ja, ik sta helemaal achterin in E6 nog. Het is meer dat oh, jij... Oh fuck. Er staat een... een crab. King crab beneden bij E6. Oeh. Wat je dat? Oké, welke kant gaan we oplossen dan? Ik zal links om gaan. Rechtsom is nog steeds laag. De crab is weg. Ja, maar die zit nog steeds laag binnen. Wat je? De hotel is de King Crab. In dat geval circle around back. Push hard dan. Godverdomme, what the fuck raakt me steeds? Ook Timberwolf en nog. Mijn CT-armor is al weg. Hij is not as heavy can. Godverdomme, die teringhonden blijven met mijn reeds rieten. Voor de lol gaan we een beest gaan cappen ofzo, want echt ons team is... In D5 zit een flame, nee, een dragon en een rifle. Bravo's bijna neer, there we go. Dat Echo gelokt kan houden voor me. No joy. Delta is zijn benen. Holy shit, dat waren we op. Zo. You won't be needing those. Foxtrot komt naar boven. Dragon. Sparrow, ECM wordt gelokt. Huh? There we go. ECM wordt uitgelokt. Ja. Oké, ik vraag voor Echo aan. Ik hoop dat hij nog steeds alleen is. Een rifleman. Kom met je mee, alleen ik ben niet zo snel als jij. Nee, niet doen, want de rest van het team zit al weer uit. Een Echo. Ach, kut. Fuck. Netjes. Quad large laser in zijn rug. Ja, ik zat al te hopen dat hij om ging draaien, terwijl hij nog in de target. Ja, dat was dus ook de reden dat ik alsnog mee ging.
Want ik verwachtte ook dat hij dat ging doen namelijk. Alright, come on back upstairs. Oké, twee jump jets is dit ding echt totaal niet mobiel. Dus ja, ik denk dat ik toch wat ga veranderen aan de beeld. Ik denk dat de rest beneden zit. Ja, waarschijnlijk wel. We kunnen ze uitlokken door gewoon naar hun beest te cappen. Gaan we dat doen? Ja, er zijn een aantal mensen in de basement. Ja, dit is echo 4K, better base. Die Timberwolf ziet er wel vet uit, zeg, met Wrecken. Ja, dat is zeker. Weer een kill most damage help. Maar goed, met één per potje gaat het wel even duren. Per dag kan je per weekklaas één kill most damage help. Oh. Ja. Wat er twee. Oké, nou goed dat ik dat nou weet. Zo. Ik neem wat ze gaan doen tegen de Crablands. Dat is nieuw. Naar boven. Ik zie een atlas. Althans, ik geloof dat het een atlas is. Alpha. Ja, atlas. Atlas is volledig short range, maar hij heeft een vriendje. Ja, hij heeft heel veel buddies die aan die ridge line zitten. Ja, met vooral die missalpoos heb ik een beetje mee van. Zullen wij via C4 lopen? Via C4 gaan. Via C4 richting achter hun achterhoede. Ja, is goed. We hebben de speed ervoor. Dus. We zijn eerst maar op een ander ook. Dus. Ja. Oh, en een slot. Oh, wat dat zijn die atlas en een zo te zien zijn ze volledig in onze team aan het pushen. Hè? Ja, ze zijn inderdaad voor een hard pushen aan het doen. Dan moeten wij hier wel op de goede plek zitten. We zitten in ieder geval op een achterhoede. Als er nog veel blijft, niet af te doen. Het team is echt tranen gaan naveren. Oh. Dat ze de UAV nog niet hebben neergeschoten. Juliet is volgens mij een beetje isolated. Oh nee, toch niet helemaal. Hij heeft een oxide. Hij heeft een oxide bij zich, golf. Komt iets mijn kant uit? Ja, oxide. Oxide is dood. Oxide is dood? Ja, oxide is dood. Er staat er nog iets? Tempest? Tempest, ja. Ja, daar was ik op aan het hameren. Just push, push, push. Op de Tempest, Juliet? Yep. Ja, Juliet. Komt er toch zo? Nice. Echo? Echo. Turning in. Oh, dan wachten we als wel. Oké. Dit is echt gewoon een fucking massacre, dit. Ja, ons team heeft die push ook wel ontzettend goed opgewonnen. Ja, dat zie je ook niet vaak, moet ik zeggen. Nou, gaan we even kijken. Echo 4 is in een Marauder. En ik heb Kilo hier, Timberwolf. CT is al open. Ik ben onderweg nog naar Echo 4. Kunnen jullie de andere hebben? Nou, Timberwolf is dood. Echo 4 onderweg. Dus Marijan nog. Bravo. Ik ben onderweg.
Zo, Wendy heeft hem al. Ja, zijn we met de bezig nou. Oké, Bravo, Orion. Draai hem om, hoop ik. Uitbanen neer. There we go. Kijk, heb ik dezelfde warhorn erin zitten. Nice. Dat de 5. Dat de 5 blijkbaar. Dat is vreemd, want toen ik daar rondliep zag ik alleen die Timberwolf. Ah, er komen wel straaltjes in. Ja, en die Hunchback is onder ECM. De Nightgear ziet er ook een beetje uit als een fucking assault. Ja, ik kan er dan. Nee, net niet. Ik heb hem hier, zo'n Phoenix Hawk. Zo, die werd even fucking vaporized door die Nightgear. Match qua damage, in ieder geval, 159. Ja, toch, het was een goede match, alleen geen enkele kill most damage dealt. Dat is mij nog wel gelukt. Godverdomme. Hé, hey, maar we hebben wel 2, 4, 6 kills, hè? De helft van de kills zijn van ons. Ja, weet ik. Okay, LRM's. LRM's die gebruikt worden zijn over het algemeen geen RM5's of RM10's. Nee, klopt. De hoeveelheid missiles die komen is zo groot dat je er eigenlijk niks mee kan met je aan. Dus maar nee. 1 of 2 missiles weg. Nee, maar een single AMS gaat er inderdaad geen zak tegen doen. Daarom ben je ook wel een beetje afhankelijk van dat je teamgenoten het ook nemen. Mm-hmm. Maar ja, ik zal er nog even over nadenken. Oh ja, en ook nog wel. Teamgenoten moeten hem dan ook nemen. Maar dat zie je weinig, omdat iedereen zijn tonnetje in wapens wil hebben. Ja, ik heb nog geen enkele variant gezien. Verbaas me een beetje. Ik zit me ook een beetje zorgen te maken. Nou, we kunnen altijd gaan kijken. Kijken ja, of de 2 likes terugkomen ofzo. Oh, Alpha. Je hebt toch geen rearmen nodig, joh. Meneer de Firestarter. No, please come back. Wait for us. Wait for us. Turning back. Front arm heeft hij zo te zien ook niet nodig. Oh fuck. Kijk, nou zou die EMS wel leuk zijn. Auw. Godverdomme, die ook nog wat zo. 2 stuks. Bravo, Timberwolf. Holy shit, wegwezen hier. You're walking to the party. Ja, nou eerst klagen we dat er te weinig zijn en nu zijn het er weer te veel zeker. Au. Ik heb het idee dat ze ons niet erg mogen. Ik weet niet waarom ik dit idee heb. Want een gebouw. En een of andere lul die met mijn rug schiet. Ja, dat is de Phoenix Hawk. Ja. En Phoenix Hawk is niet. Hoi. Aan mijn speed te zien was ik een lag kwijt, maar op mijn paper doll was er niet te zien. Ook apart. Ja, de Nova is the greatest weakness. Aim for the legs. Nova's greatest weakness, it's back. Brak hij nou zijn eigen been toen hij landde? Volgens mij schoot ik mijn eigen team. Hey, I won't tell him if you want.
Tering, wat hebben die rasten veel raketten, zeg. Ouch, oké. Dat komt even. Ja, jullie? Dood. Hm? We zijn dood. Ik was de eerste die stierf. Nee, ik zag wel een hele hoop raketten naar je toe gaan, maar ik had niet het idee dat dat... Nee, die raketten waren het probleem niet. Zeg maar, die hele lens die toen over de heuvel heen kwam, dat was een beetje het probleem. Die waren wel een probleem, ja. Ja, ik werd gewoon geveld door al die fucking rakettenstormen die ze achter me aan stuurden. Ik hoop dat hij een Excel engine heeft. Althans, niet voor hem, maar... Wel voor Sparrow. Ja, het doet me goed dat in ieder geval dankzij het feit dat ze hun hele team dacht dat ons hele team was waar wij drie waren. Dat ons team daar uiteindelijk wel gebruik van heeft om naar de hele positie te creëren. Ja, dat was nou voor iets positiefs. Fucking LRM boot. What the fuck, man? Ja. What the hell am I watching? Wauw, dat we nog gewonnen hebben ook. Hey, blijkbaar heb ik wel een kill most damage dealt gedaan. Ik heb het niet gezien, maar oké, okay, blijkbaar. En ik heb niet eens een kill. I should have been faster with the house that was there for a week. Yeah. I hesitated too long. Yeah. But it was really nice. En er loopt iemand te zeiken trouwens. Sparrowhawk, could you please put me in the same land as Mother? Yeah, you have to. That worked for me, dus. No, it's not to me. Openly, you can still stop people. I don't give a shit anymore. At the beginning, we were also pretty slowish, kinda. Wait, what mech am I in? Oh, crap, my 2D. I'm in the wrong mech. How do you mean you're in the wrong mech? I wanted to play my 1B, not my 2D. But I was browsing my max before. You're obviously not. Ooh, you've got ECM. Stay close to me, dude. Yeah, they reduced the range, right? It's 90 meters now. Alright. I'm going up. Charlie to our left. Yeah, I'm gonna board tonight. Just a bit of weinig from you going over me. Something behind me? And for some reason my UAV wouldn't launch. Alpha. General. Oh. Ah, damn it. You got it already. Foxtrot. Don't know if anyone has LRMs, but there's a UAV up. Airstrike dropping on the Direhawk. Direwolf, actually. I had an awesome team member assist me in getting killed. Blocking you or something? Yeah. Oop. There's two mechs over here, Sparrow. Got the four tire wheel and Warhawk and some assistance over here. Yeah. Let's go up. Yep. Charlie? Let's go down. Bravo again, Arctic Cheetah. Yep.
And my ECM is being jammed, I think. But why did I suddenly stop? Right leg on Bravo. And left leg now. Okay, got one of them. Right leg. Well, my left arm just got erased. Wow. Damn that. He was fucking impossible to kill, what the fuck? Golf? Yeah, go CT. Yep. Alright. Charlie again. Up top. Six. Hmm? Yeah, one more six. Oh. Ah, oh, crap, I'm out of ammo. Ah, he lost your mini. Lost what? He already lost his medium laser and he's out of ammo. Yeah, my left arm got blown. Portable ECM shield for you now. Yep. Yeah, my left arm got blown up, so. I'm just a portable ECM now. I've just got an LRM boat on our side, so mark your targets. Fox left, center torso. Fox left is a good target. Oh, fuck, this. Oh crap. What the fuck was that? Nou, er stonden er drie op een rijtje. Ja, ik weet het. Maar hij ging dood, hè, Fox toen. Yeah. Yeah, shoot on my right arm. There's nothing noteworthy in it anyway. Shit, gaat cappen. Dat was eigenlijk geen slecht idee. Nee, komt er nog eentje aan. Nou ja, ik ga ook cappen. Nou, ik kan helemaal niks meer. Oh, ben jij dat? Ja, dat is ben ja. Ik ben een hoog. Cap. The Timberwolven and the Cheater can still kill any light that comes up. Yeah, but volgens mij hadden we alle lights on. Nou, dat wil zeggen dat het op zijn beste medium zou worden die op tijd is. Die kunnen zij ook nog wel hebben. Als ze niet compleet zuigen. Daar zijn ze. Doe niks voor. Nee, ik geef ze ECM, dus. Hij doet het ook helemaal fout, hè, de Phoenix wel. Je moet gewoon in het ding gaan staan. Ja, maar dan gaat hij dood. Ja, maar als ze niet snel genoeg hier zijn. Hoe de fuck raakt hij me dwars door die Timberwolf heen? He's just scaring him with the missiles. He doesn't care, he doesn't have enough missiles. Oh, anymore. Kijk, daar komt het zware geschut op. Yeah, now you're fucked. Come on. Uh-oh. Ah, toch leuk geprobeerd. No, don't kill me, bro, don't kill me. No! Maar de cheater is er nog, niet wat? Yeah, yes, 3 small blue slices. Not the best player ever. And that. And he has to kill 5 enemy mechs to win. Yeah, that's gonna happen. Actually, I think he only has to survive. For 6 minutes? Well, still not a reason. 5.5 minutes? Oh no, 6.5, sorry. Well, he can actually kill the Centurion, you know, if he would actually hit him. Right, but he didn't.
Oh, you're kidding me. Ah. Oh well. Oh well. Oh, we lost. We didn't get a chance at this random supply cache. No. No. Oh, my skill rating didn't change. All I ever got from the damned supply cache is side torsos for Climax I don't play. Wait, you actually were stupid enough to get keys to open the damn thing? Once, and only gotten one ever, so yeah. Well, there's a chance that there's MCs in it, so I was kind of like, roll the dice. How do you get the keys? By buying them with MCs.